Naast mij zit Truida Wezenman. Truida, ik heb niks van je op papier. Nee, klopt. Dus vertel zelf maar eens wat. Ik ben geen prater, dus dat hoor ik niet. Maar je bent een zangeres? Ja. En je hebt hier vanmiddag opgetreden, je zingt een aantal liedjes. Waarom die liedjes? Kun je dat in ieder geval vertellen? Het is begonnen tijdens de ziekte van mijn moeder. Die wou graag dat ik elke ochtend voor haar zong. En ook dat ik ermee door zou gaan. Dus ja, die liedjes zong ik altijd vooraan. Dus ja, dan neem je dat mee, hè? Dan neem je dat mee. Maar ja. Goed, als je thuis voor je moeder aan het zingen bent, dat snap ik. Maar dan is het natuurlijk nog een hele stap om een podium op te stappen. Ja. En hoe is dat zo gekomen? Dat was haar wens, dus... Ja. Dat was haar wens. Je moeder heeft gewoon gezegd van, ik zou graag zien. Ja. En je moeder is er niet meer inmiddels. Nee. Mag ik aannemen? En je hebt gewoon gezegd van, nou, dan ga ik daarmee door. Ja. Ja, inmiddels... ik vind het ook wel leuk. In het begin heel spannend. Nou, nog af en toe wel, maar... Ja, het is echt leuk om te doen. Het is nog steeds leuk, Ente. Wat voor wensen heb je nog? Ik zie wel. Ja, gewoon afwachten. Heel gemakkelijk. Ja, een beetje nuchter. Oké, maar goed, je hebt al een aantal keren opgetreden. Ja. Zijn er ook optredens bij? Zeggen van, nou, dat is een hoogtepunt. Daar wil ik iets over vertellen. Bij Hof van Holland. Bij Zang en Bob. In Veendam? Ja. Bij Bob. Dat vond ik de laatste keer, dat vond ik er echt geweldig. Het zingen met hem en bij hem in de buurt, dat is toch wel iets... Bob is ook gezellig kerel natuurlijk. Dat, heb je nog plannen voor een eigen liedje, voor een cd of... Ja, mijn cd-presentatie is in april, 23e. Dus je hebt wel een cd klaar? Ja. En een single of een complete album? Want, er staan drie nummers op. Drie nummers? Ja. En zijn dat covers, zijn dat eigen nummers, zijn dat liedjes speciaal voor jou geschreven? Ik heb één zelf geschreven. En twee die zijn echt covers. Dus, noem eens wat titels. Paraconius. Ik hoor nog je stem. Ja. En De Wieg van Monica West. Oké. En Al Jan Leugens, dat is dan de nummer die ik zelf geschreven heb. En waar haal je de inspiratie vandaan om een liedje te schrijven? Is dat autobiografisch of... Gevoel, hè? Gevoel. Ja. Nee, maar goed, het kan bij jezelf wegkomen of iemand uit je omgeving die iets meegemaakt heeft. Ja, meer van mezelf. Meer van jezelf? Ja. Oké, kun je al iets meer over dat liedje vertellen of zeg je van, nou, je moet even afwachten tot april is? Heel veel erover vertellen doe ik niet, maar degene die er wat voor is, die weet het goed. Die snapt het wel. Nee, en die wil je er eigenlijk op dit moment niet over kwijt. Nee. Nou, oké. Daar moet ik het gewoon mee doen. Ja. Ik wens je heel veel succes in april. Ja. En bedankt voor je optreden hier vanmiddag. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen tot ziens. Oké. Okay. Okay. Bedankt.
Dan rent plots het kind door de kamer.